Met Matthij Zamewel, mannelijke CARICOM jeugdambassadeur, spraken wij over de gender en climate change en hoe dat invloed heeft op jongeren. Hoe jongeren daaraan participeren, helpen meedenken om besluiten te nemen. Want climate change is sowieso geen ver van onze bedshow meer. Ook steeds meer merken wij zaken wat we voorheen niet hebben gekend, als overstromingen en tal van andere zaken die nu heel dicht bij huis zijn en waar jongeren ook direct het slachtoffer van worden of direct ook meemaken. En welke effecten dat hebben op het leven van jongeren. U hoort Matthij Zamewel, mannelijke CARICOM jeugdambassadeur, hierover. Raj Mahangu legde het volgende interview vast. Heer Matthij Zamewel, mannelijke CARICOM jeugdambassadeur. Felle discussies over gender en de climate change en de participatie, want daarover heeft u het met name gehad, de participatie van jongeren binnen het geheel. Hoe zien we dat als we kijken naar de participatie van Surinaamse jongeren wanneer het aankomt op gender en climate change gerelateerde issues? Ik denk dat het ten eerste een vurig dialoog was, omdat er natuurlijk een heleboel betrokken mensen in de zaal zitten. En we kijken op verschillende manieren naar zaken. En het zijn ook individuen die al heel lang met jongeren werken, tegenover jongeren zelf. Ik denk dat we moeten begrijpen dat jeugdcultuur als geheel ook veranderende is. Het is onderhevig aan verandering. Wat we zien is dat er steeds... Er is een bepaalde participatie van het jonge mensen, maar het zijn steeds dezelfde gezichten die we zien. Dus we moeten ook aan een beetje uitbesteding doen, dat we meer jongeren betrekken in het geheel. Dat betekent dat onze benadering naar jonge mensen niet altijd hetzelfde kan zijn. Er zijn verschillende indicatoren die we moeten meenemen. Als je kijkt naar jongeren in het binnenland, dus tribale en inheemse jongeren, zijn er verschillende zorgvragen, verschillende indicatoren die maken dat je beter overkomt. Er is een zekere mate van begrip dat je moet creëren. Dat je het onderwerp dermate moet kunnen belichten dat jongeren het gevoel hebben dat zij ook echt de ruimte hebben om zich erover uit te laten. Dat doe je niet door het heel abstract te maken voor jonge mensen. Jonge mensen moeten ook gehoord worden in die processen en er moet wat gedaan worden met de informatie en de bijdrage die ze leveren. En u als mannelijke CARICOM jeugdambassadeur, hoe werkt u eraan om die informatie toch daar te krijgen bij uw doelgroep? Dat doe ik dus voornamelijk door missies te doen naar de verschillende districten. Maar ik kan dat ook door mijn CARICOM Youth Officers. Die fungeren onder mijn persoon en die van mijn collega V. King. En het zijn dus de jongeren die een bepaalde deelrepresentatie zijn van Suriname. Het zijn jongeren uit de districten, ook uit het binnenland. Die aangeven wat er concreet gebeurt in hun directe omgeving. Want ik kan niet bepalen voor heel Suriname hoe het jeugdbeleid eruit moet zien. Ik kan het ook niet afdoende vertegenwoordigen als ik er niet in contact mee sta. En dat doe ik door jongeren die zelf deel zijn van die gemeenschappen, door naar jongeren te luisteren. Om ervoor te zorgen dat in het vormgeven van processen die jongeren aangaan, hun inzichten continu meegenomen worden. Niet enkel in de uitvoering, maar ook gewoon in de planning en daarna ook bij de monitoring en evaluation. Dat je eigenlijk bij het herzien van initiatieven en bij het herstructureren meeneemt wat je geleerd hebt van jonge mensen. Alvorens ik u vraag dus hoe u de jongeren dan bereikt, wil ik toch graag van u weten of de jongeren wel geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Je kunt moeilijk geïnteresseerd zijn in iets als je niet weet waarover het gaat. Dus het is altijd in een zekere mate van blootstellen en jongeren in staat stellen kennis te maken met het onderwerp en dan te peilen. En als jongeren niet geïnteresseerd zijn, dan zijn er ook hele goede redenen voor. Dus dan moet je het kader veranderen. Het perspectief dat je dan biedt, gaat waarschijnlijk moeten veranderen. Als we kijken naar de klimaatcrisis, dan is het voor heel veel jongeren ver van hun bedshow. Het gaat over ijsberen en ijskappen die smelten, weet je. Maar als je het brengt naar overstromingen in het binnenland, als het gaat om oogsten die mislukken. Heel mooi, want dat zou ik je net vragen. Hoe is het dicht bij huis? Dan begrijpen ze het ook veel beter. Van, hey, ik werk ook in de rijstvelden en ik merk dus ook dat de oogsten steeds kleiner zijn. We moeten steeds meer pesticiden gebruiken, we worden steeds vaker ziek. Als je die link kan belichten, het komt van jongeren zelf. Zij geven die input en daar speel je op in. Dan heb je dus ook een two-way street, het komt van beide kanten. Het is een bepaalde benadering die ervoor zorgt dat jongeren zich openstellen voor dat dialoog. En maar B-vraag, hoe bereik je ze? Voornamelijk via
face-to-face interacties. Ik ben meestal in de gebieden zelf en praat dan met de jongeren. Ik trek de tijd uit om met iets kleinere groepen te zitten. Want ik merk dat brede gesprekken zijn ook oké. Dus soms heb ik 200 kinderen tegelijkertijd. Maar dan merk je dat er een heleboel mensen zijn die achterop staan en die eigenlijk alleen maar luisteren. Maar je kunt niet peilen hoeveel ze opnemen. Als ik kleinere groepen heb, dan heb ik meer ruimte om die aandacht te besteden aan elk individu. Dan krijg ik ook veel meer van ze te horen, want het is ook veel intiemer. Ze voelen zich veiliger om bepaalde gevoelige kwesties te delen. Het is altijd een kwestie van mijn taalgebruik aanpassen en soms in de taal van de jongeren zelf spreken. Weet je, en dan moet je je ook kunnen inleven in de plaatselijke cultuur. Want je moet begrijpen dat je anders heel erg als buitenstaander overkomt. En je moet kunnen benadrukken dat wij als Surinaamse jeugd een gedeeld belang hebben. En wat moeten onze Surinaamse jongeren doen om het toch op de agenda te kunnen krijgen voor onze beleidsmakers? Dan zouden jonge mensen zich eerst moeten verdiepen in wat er gaande is momenteel in Suriname. Vooral als het gaat om jeugdbeleid. En dat ik dan zou ik graag zien dat de beleidsmakers jongeren sturen in het geheel. Dat beleidsmakers ervoor openstaan om jongeren te woord te staan over alle processen die jongeren aangaan. En ik denk dat we niet moeten onderschatten wat de meerwaarde is van peer-to-peer education. Dat jonge mensen andere jongeren informeren over die zaken. Want het komt natuurlijk veel beter over als het van jonge mensen zelf komt. Een heleboel kwesties zoals seksuele reproductieve gezondheid en rechten. Als het gaat om huiselijk geweld. Issues die we niet heel graag bespreken. Dingen die taboe genieten als het vanuit volwassenen komt en vanuit bepaalde instellingen. Die dingen worden wel opeens bespreekbaar als het jongeren onderling zijn. En ik denk dat we dat erin moeten houden dat we die dat vertrouwen, dat jongeren, dat intrinsieke jeugdige dat jongeren hebben, dat we dat erin houden en dat we dat continu meenemen. Onze jongeren hebben sowieso een stem, heer Samuel, maar wordt er naar hun geluisterd? Helaas niet altijd. En soms zijn het zelfs jongeren die niet naar andere jongeren willen luisteren. Dus we kunnen geen verenigd front zijn momenteel. En het gaat heel wat werk kosten om ervoor te zorgen dat die verschillende jeugdorganisaties, die verschillende bewegingen, die verschillende sentimenten bijeenkomen om een bredere kijk te geven op wat er speelt in Suriname. We hebben steeds een reep, maar een fractie van wat er gebeurt. En ik denk dat we steeds dichterbij komen om die verschillende opvattingen bijeen te brengen en om één duidelijk beeld te creëren, maar we zijn er nog niet. Dus, en welke taak ligt er dan bij u om daarvoor zorg te dragen? Nou, als CARICOM jeugdambassadeur heb ik een representatieve functie. Ik vertegenwoordig de Surinaamse jeugd aan de rest van de regio, maar ook de regionale jeugd aan de rest van de wereld. Ik kan in geen enkele zin gevoelens en opvattingen aan elkaar gelijkstellen. Ik kan niet iedereen over één kam scheren. Maar ik kan wel met inbegrip van specifieke issues die gelden in een bepaalde kleinere gemeenschap, die kan ik belichten, die kan ik highlighten. Omdat ik er stellig van overtuigd ben dat die specifieke context, dat we daar als collectief meerwaarde aan hebben, dat we daaruit kunnen leren. Ook uit de kennis van inheemse en tribale jongeren is er veel te halen voor de algemene Surinaamse jeugd. Weet je, de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we kijken naar culturele overdracht, het behoud van gemarginaliseerde culturen, maar ook de manier waarop we omgaan met ons milieu, daar moeten we ook veel meer introspectie in doen. En ik denk dat de taak die bij mij ligt als CARICOM jeugdambassadeur voor de Republiek Suriname is jongeren bijeen brengen. Jongeren in staat stellen naar elkaar te luisteren. Het is geen kwestie van luisteren naar mij per se, maar luister ook naar elkaar. Ga met elkaar in discussie, ga met elkaar in dialoog. Leer van elkaar, want daar hebben we als jongeren veel meer baat bij. Maar denken jongeren meer aan milieu onderwerpen? Of denken ze nu vooral in deze uitdagende tijden toch aan overleven? Maar overleven en milieu zijn ook aan elkaar gelinkt. De economische situatie hangt samen met de klimaatcrisis. En ze voeden elkaar. Dus je kunt de een niet beschouwen zonder de ander. Ik denk dat we dat ook moeten blijven belichten, mede door het onderwijssysteem. Daar zijn de fundamenten gelegd vanuit het milieuonderwijs. Maar daarop moeten we bouwen in de verschillende vakken. Dat we die intersectionaliteit, dus dat verschillende onderwerpen met elkaar te maken hebben, dat we dat blijven belichten. Dat mensen begrijpen dat het geen enkel genderkwestie is of enkel klimaat, maar dat er een bindenis is tussen die verschillende onderwerpen. En in ons onderwijssysteem is er voldoende ruimte? Wordt het voldoende belicht, milieuaspecten? Ik ben blij dat er in recente jaren meer is gedaan aan het belichten van milieuaspecten en milieuonderwerpen.
Maar we hebben nog steeds een lange weg te gaan. Er zijn dingen die we beter zouden kunnen doen. En we kunnen de overdracht veel leviger maken. We kunnen meer aan excursies doen. En kinderen ook echt het veld inbrengen. Zodat ze zien wat er in het boek staat. En dat ze begrijpen waar het om gaat. Je maakt het natuurlijk veel tastbaarder. Letterlijk. Voor jonge mensen. En dan blijft het ze ook veel beter bij. Je helpt jongeren het visualiseren. En dat hoeft helemaal niet verafgelegen te zijn, maar dat kan in de directe omgeving van de school al. Dan heb je op een goed moment ook jongeren die veel meer betrokken zijn in hun eigen lokaal niveau. Dat zij gaan dienen als focal point, als nexus voor inspraak van de jeugdigen. Dat zij zich sterk maken voor wat er gebeurt in hun gebied, omdat zij begrijpen wat er gebeurt. Ik denk dat we daar een hele grote taak in hebben als we het onderwijssysteem aan het supplementeren zijn. En wanneer het aankomt op dus gender en climate change, waarin zit er voor de jongeren volgens u toch de uitdagingen? Natuurlijk, met als we kijken naar gender, dan gaat het erom dat meisjes en vrouwen al gemarginaliseerd zijn. Dat betekent dat ze ze ervaren nadelen en ze zijn compounding, cumulatief. Ze komen op elkaar. Het zijn meerdere verschillende factoren die het zwaarder maken voor meisjes en vrouwen. Meer nog als het meisjes en vrouwen zijn van een bepaalde etnische achtergrond. Meer nog als ze een beperking hebben. En zo kan je dus verder gaan als ze in de LGBTQ+ community zitten. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat die mensen het zwaarder hebben ten tijde van crisis. Zoals we dat beschouwen in de kwestie van klimaatcrisis, waarbij er steeds minder voedsel is, dus voedsel en waterschaarste. Dat we kijken naar ontheemding, dat is dus het principe van tijdelijk of minder tijdelijk uit huis geplaatst worden vanwege overstromingen. Grote droogte, dat het niet meer langer veilig is, dat je onderwijs niet kunt genieten, want je kunt niet naar school omdat de wegen onder water zijn. Dat is allemaal veel zwaarder voor meisjes en vrouwen. En ik denk dat heel veel jongeren het ervaren, eerstehands, maar dat weinig jongeren zich kunnen indenken hoe zwaar het werkelijk is. Dus de uitdaging is in het belichten van die specifieke context. Zonder dat we die jongeren afschilderen als enkel slachtoffer. Want er zit ook nog heel veel potentie. En daarin merk je ook dus de weerbaarheid van de Surinaamse jeugd. Dat ondanks die verschillende uitdagingen er mensen zijn die het maken. En mensen die anderen meenemen in hun ontwikkeling. Daar moeten we dus niet enkel licht op werpen. Maar we moeten duurzame oplossingen vinden. Waar ook jongeren aan meewerken. Dus voor jongeren, door jongeren.